als jullie aan schepen denken, dan zie je waarschijnlijk dit voor je. Of dat, of dat, of dat. Allemaal grote schepen. Nou, wij gaan jullie vandaag laten zien ook de hele kleintjes er te doen. Ik ben Felix. En ik ben Jelle. En we zijn vandaag op de RDM, de plek voor technische en maritieme innovaties voor de Rotterdamse haven. We gaan vandaag kijken naar aquapods. Dat zijn kleine waterrobots die ons ondersteunen bij de werkzaamheden in de Rotterdamse haven. Jan Scholte gaat ons hier zo meteen meer over vertellen. Dus ik zou zeggen, kom maar mee. Nou jongens, we zijn aangekomen bij het lab. Laten we naar binnen gaan. Hoi. Hoi, Felix. Jan. Hi. Jan, vertel, wat doe je hier? Nou ja, ik ben bezig met de ontwikkeling van aquapods. En aquapods, dat zijn varende drones. Dus eigenlijk vliegende drones zijn al redelijk bekend. Maar dat kan dus ook op het water, om daar dus metingen te doen of rond te kijken en te inspecteren daar waar het te duur is of niet kan met bemand schepen. En Jan, kun je misschien iets vertellen over hoe jij hier terecht bent gekomen bij de aquapods? Dat is eigenlijk een vrij lang verhaal, want ik loop hier al een tijd rond. Ik ben begonnen als derdejaars student scheepsbouwkunde, maritieme techniek noemen ze tegenwoordig. Ik liep hier toen al met een derdejaarsproject en mocht toen kiezen. Ik heb toen degene gekozen waar ik ook echt iets bij mocht bouwen, want dat had ik nog nooit gedaan binnen de opleiding. En dat was een project waarbij we met twee kleine onbemande bootjes de Maas moesten oversteken. En die bootjes hebben we gebouwd, we hebben de Maas overgestoken. En dat is eigenlijk het begin geweest van het aquapodsproject. En 3 jaar later zijn we nog steeds mee bezig. Nou jongens, we zijn aangekomen bij de bootjes. Jullie kunnen ze hier allemaal zien. Een aantal mooie exemplaren. De Eindmaas, de Anna, het onderzeeërtje. Jan, vertel eens wat over. Nou, het mooie is dat al de schepen die hier staan allemaal gebouwd zijn door studentenprojecten. Het is steeds een groep studenten die de boot van begin tot eind ontwikkelden. Met de Eindmaas gaan we doorontwikkelen. Alleen de Anna, die vaart meestal het meeste. De Eindmaas is de buitenkant het beste, de Anna is de binnenkant wat beter. En dan hebben we natuurlijk voor onder water zijn we een hele nieuwe aquapods aan het ontwikkelen. Maar we hebben nu eentje die we ingekocht hebben en waar we aanpassingen aan doen om dus ervaringen te doen. Jan en Felix zijn zoals je ziet bezig met het te water laten van de boot. Ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat lopen. Dus we zien het. We zien het zo meteen. Jan, heb je al enig idee wanneer we deze dingen echt in de haven gaan zien varen? Nou, dat hangt er vanaf. Echt in de haven varen doen ze nu al. We kunnen ze ook vanaf hier besturen, vanaf de brug. En dat kunnen we in principe overal doen. Ze zijn alleen nog niet autonoom. Dat is nog even een stapje verder. Ze zullen nu nog even afstand bestuurd zijn. En dan kunnen ze wel inspecties gaan doen. Zouden ze wel in het bedrijf in bedrijf kunnen zijn, maar kunnen ze nog niet zelfstandig varen zonder dat mensen aan te pas komen. Dat is nog even een stapje verder.
En daar verwachten we over een jaar of twee wel zeker te zijn. Wij staan hier voor de enige, enige haven in Europa die toegankelijk is voor onbemande schepen. Oftewel de aquabots die we vandaag hebben gezien. Iets verder die kant op zien we de Rotterdamse haven en de Maas zelf. De conclusie die we vandaag wel kunnen trekken is dat wellicht binnenkort ook de aquabots op de Maas mogen varen. En niet alleen in deze haven. Wij hebben in ieder geval een hele vette dag gehad. We hopen dat jullie kunnen genieten van dit filmpje en tot ziens.